Ja, ik vind het super lief. Ik word er zelf een beetje emotioneel van. Dus ja, ik vind het super lief. Echt. Dankjewel. Ik vind hem super mooi. Ik ben Iptisan Borat. Ik ben speelster bij KV Mechelen. Ik wou eigenlijk al van heel jong beginnen voetballen. Mijn ouders stonden daar niet echt helemaal achter. Ze vonden echt een jonge sport. Ik mocht alle mogelijke sporten doen, maar geen voetbal. En dan uiteindelijk ben ik toch, ik denk rond mijn 15-jarige leeftijd begonnen bij Anderlecht. Ik was onmiddellijk geprikt door het voetbalmicroop. En dan heb ik beslist om in 2016 te stoppen met voetballen. Omdat ik ook geconfronteerd werd met de realiteit. Ja, waar we als vrouw die voetbal ook moeten kiezen, ga ik een professionele, maar maatschappelijke carrière in of niet. En ik wou echt wel voor mijn professionele carrière naast het voetbal gaan. En dan heb ik ondertussen ook 2 kindjes gehad gedurende die periode. En na 6 jaar opnieuw op het voetbalveld. Ik heb mijn jeugdklasse wel allemaal bij België gespeeld, maar dan uiteindelijk de keuze voor Marokko gemaakt. En dan ja, sinds dit jaar ook mijn comeback gemaakt, ook op internationaal niveau. Ja, maar als ik nu denk aan de nationale ploeg, dan denk ik vooral aan het WK die eraan komt in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, ik hoop nog wel een kans te maken om mee te gaan. Het is zeker in evidentie, maar wie weet, alles kan. Dus ja, ik ga er 100% voor gaan. Hey Ipti, jij wordt deze maand Player of the Month. Dikke proficiat, het is 100 maal verdiend. Ik ben blij dat iedereen dat eindelijk ziet, want voor mij ben je dat altijd geweest. Ik ben super trots op jou, op alles wat je tot nu toe al hebt bereikt. Ik ben blij dat je mijn grote zus bent, dat je me zoveel bijstuurt, zoveel tips geeft, dat we zoveel samen mogen delen en dat je altijd achter mij bent. Ik hoop dat we nog veel samen op een veld zullen mogen staan. Nogmaals, dikke proficiat en geniet ervan. Love you, sister! Ja, ik vind het super lief. Ik word er zelf een beetje emotioneel van. Dus ja, ik vind het super lief, echt. Ja, zij is ja, minstens even belangrijk als niet nog belangrijker voor mij dan ik voor haar ben. Dus ja, het is zeker ook een persoon waarmee ik deze tevreden deel natuurlijk. Hè. Ja, ik wou even nog voor de training die ploeg echt heel hard bedanken en de prijzen opdragen aan de hele ploeg voor onze geleverde prestaties, de laatste wedstrijden. Vind ik echt dat wij dat allemaal samen verdienen en ik hoop dat we samen kunnen knallen in play-off 2 en dat dit ons klein prijsje een beetje de moed geeft om gewoon de lijn door te trekken en er volle bak voor te gaan.